Sander Cornelis. Sorry. Ja, je bent nog een stukje bananenbrood aan het eten. Heb ik speciaal voor jou laten halen. Ja, dat heerlijk, dan wel weer. Heerlijk. Maar je komt helemaal afgestrest, kom je binnen. Ja, ik nog geen uur geleden zat ik nog in de wolken. Ja. Ik ben als een malle door Schiphol gerend, herrie schoppend, want er stonden weer overal rijen. Maar jij stuurde een foto. Ik dacht, we gaan deze opname sowieso niet halen. Er stond een rij van 3 dagen. Maar wat heb jij dan weer? Wat heb je weer gezegd? Nee, ja. Weet je wel wie ik ben? Nou, eigenlijk nee, dat niet. Maar dus ze hebben, Kroatië, kom uit Kroatië, is geen Schengenland. Dus dan moet je weer door de paspoortcontrole. En dan hebben ze tegenwoordig van die fantastische poortjes met iriscans en dingen. Maar die zijn altijd dicht. Die zijn altijd fucking dicht. Maar dat heeft een reden, want ook daar moeten ze, net zoals bij een Albert Heijn scankassa, moet er dan een beetje dat controleren. Ja. En die is er dan niet. Dus dan gooien ze de hele toestand maar dicht. Maar ik vind het, kijk, bij zo'n scankassa, bij de appie snap ik nog, daar kan je nog een beetje frauderen. Maar met zo'n iriscan. Ja, hoe ga je dan precies? Ja, ik weet niet hoe je dat doet. Maar dat wordt lastig hoor. Dan moet je een oog meenemen. Ja, nou ja, dan moet je een foto van jezelf zo nauwkeurig natekenen op een stuk. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Gaat niet. Het slaat nergens op. Dus ik begrijp het niet. Dat moet je gewoon niet controleren. Kan gewoon meer dan wat een mens kan. Dus het was zo frustrerend. Maar goed. Ik ben er, ja. Wat gaan we doen? We gaan het eigenlijk wel een beetje over stress hebben. Oh. De jeugd, de kinders van tegenwoordig. Gaan we ademoefeningen doen? Nou, dat gaan we zeker niet doen. Oh. Hoewel dat helemaal niet verkeerd zou zijn op dit moment. Maar ze hebben veel stress. Ze voelen prestatiedruk. En daarmee gaat het ook vaak fout. Want dan gaan ze toch een beetje hulp zoeken in de verdovende middelen. En het gaat wel echt serieus wel. Het is echt een groot probleem. En ik schrok eigenlijk ook van de cijfers hoor. We hebben natuurlijk corona gehad. Ja. En dan heb je 80% van de studenten die voelden zich eenzaam. En ze dachten 80%. Ja, goed, eenzaam ben je al best snel natuurlijk. Maar ik vond het wel. Nou, maar dat je in een enquête aangeeft dat je je eenzaam voelt, dat is nog best een stap. Nou ja, en 1 op de 5 heeft wel eens nagedacht over suïcide en zo. Ja. Ik vond het behoorlijke cijfers. Maar ik dacht aan de andere kant ook. Ik heb ook wel eens ik zat net nog te denken. Heb ik altijd als ik ben met de metro gekomen en dan sta je zo te wachten op die metro en dan denk je gewoon even ervoor. Maar iedereen heeft die gedachten wel eens. Wat is dat toch voor freaky? Tuurlijk. Maar voordat je het echt invult inderdaad bij de enquête, dat is wat anders. Maar aan de andere kant denk ik, het is misschien ook gewoon een generatieverschilletje dat ze het nu heel snel durven te zeggen. Volgens mij is het ook gewoon zo. Dat is nu ook best wel hip natuurlijk om te zeggen. Ja, hoe gaat het met je? Ja, nee, ik zit even klem. Ja, ik zit een beetje in de burn-out sferen. En daar wordt prima op gereageerd. Ja. Terwijl dat hadden wij moeten zeggen in Rotterdam, toch? Het is wel een beetje de tijd van de slachtoffer Olympics, vind ik ook. Nou, als je niet wat mentaals onder de leden hebt, dan ben je verdacht. Nou, en ik vind het eigenlijk lullig voor de mensen die daadwerkelijk mentale problemen hebben. Want die zijn er natuurlijk echt wel. Ja, nou maar, ja, ik, nee, ik, maar, ik, kijk, het is gevaarlijk wat we zeggen. Wij zijn natuurlijk mannen van middelbare leeftijd. Ja. Altijd wind in de rug gehad. Dan is het heel makkelijk om te zeggen dat de jeugd een stel slappe zakken zijn en verwende kutkoters. Dat gaan we in de loop van deze aflevering zeker doen. Dat gaan we gewoon doen. Nou, dat de conclusie kan ik bij deze gaan doen. Ja. Maar wat ik vind overigens wel ook een modeverschijnsel is, want het is, dat gaat van elke generatie op elke generatie. Ja. De ouderen zeggen, de jeugd, die kunnen niks aan en ze doen niks.